een actie gaande om dat minimum jeugdloon te verhogen. Wij staan voor Young and United. Wij laten mensen onze petitie tekenen. Ik kan mijn eigen huur niet betalen. Ik kan mijn eigen boodschappen niet betalen. Want daar verdien ik niet genoeg voor. Mag ik een halve hamburger alsjeblieft? Dus eigenlijk moet ik gewoon 2 keer zoveel gaan werken. Het jeugdloon, dat gaat gewoon helemaal nergens af. Wat een kak-excuus om te zeggen, dan redden we het met ons bedrijf niet. Het doel is het land veranderen. Daarvoor moeten we de grootste jongerenbeweging van Nederland worden. Ik ga praten met Soufiane Akvier. Hij kwam gisteren in het nieuws door deze actie. Dit prachtige pak kan ik voor €5,96 per uur maar voor de helft betalen. En meneer Boer, dat ziet er dus zo uit. Misschien moet de onderste schaal wel wat hoger. En misschien moet het ook wel nu tot 23 en tot 21. Wij maken geen onderscheid in de taakverdeling. En daardoor vinden we, dan moeten we ook geen onderscheid maken in de lonen die we daarvoor betalen. Aan de telefoon heb ik Paul Schoormans, beleidsadviseur van Horeca Nederland. Vanaf 18 jaar moet je voor gelijk werk gelijk beloond worden. In het najaar moet ik naar de Tweede Kamer komen met voorstellen over het minimumloon. Dat is het moment te proberen de werkelijkheid te veranderen. Dus ik wens jullie heel veel succes.